Welkom bij Rauw op je dak. We zitten hier in Houten, of all places, Houten. Ik was hier volgens mij nog nooit geweest. Maar we hebben een prachtige wandeling gemaakt langs allemaal eendjes en allemaal heerlijke mannetjes die buiten zaten. Het was heel gezellig. En nu zitten we hier in een heel gezellig huisje van Michelle. Ja. Want Michelle die heeft ons een mailtje gestuurd met een vraag. En eigenlijk heel simpel de vraag. Ja, ik zou heel graag wat meer raw food willen eten. Of in ieder geval wat bewuster willen eten. Maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Nou, die vraag hebben we eigenlijk van heel veel mensen gekregen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Kun jij iets meer vertellen? Wat is jouw situatie en wat zou je willen? Ja, eigenlijk heb ik een beetje een soort haat-liefde verhouding met eten. En dat is ook al een beetje veroorzaakt door de eetstoornis die ik gehad heb. Okay. En ja, aan de ene kant voelt het heel goed om gezond te eten. Aan de andere kant gebeurt ook van alles in je hoofd rondom eten. Dus het is altijd een beetje soebatten met eten, zeg maar. Je bent eigenlijk een beetje bang dat je door gaat slaan in het te gezond willen zijn. Of... Ja, dat kan wel gebeuren. Of als je inderdaad jezelf heel strikt oplegt van dat mag wel, dat mag niet, krijg je toch heel erg de neiging om dan... toch weer te gaan eten wat je niet mag. En nou ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die in je hoofd spelen. Dus ja, en op dit moment zit ik een beetje tegen suikerziekte aan. Ik heb het gelukkig nog niet, maar ik moet wel heel erg oppassen. Okay. En nou ja, ik heb een oma die in het verpleeghuis helemaal verlamd zit door verwaarloosde suikerziekte. Dus met dat schrikbeeld in mijn hoofd heb ik zoiets van, ik heb wel nu een keuze om er iets aan te doen. Snap ik, ja. Ja, geïnspireerd door jullie filmpjes, iets van, begin toch elke keer weer te kriebelen van ik wil er iets mee, maar wat om te hebben. Nou, ik denk dat we ervoor moeten gaan zorgen dat de haat-liefde verhouding wordt veranderd in een liefdeverhouding. Ja. Toch? Dat is het beste wat je doen kan, ja. Ja. Liefde voor je eten, voor jezelf. Juist. Waar zullen we beginnen, Jeremiah? Ik denk in de keuken. Om te kijken van, ja, wat vinden we in de keuken? En ja, ik denk dat is het belangrijkste punt van de keuken is dan weer de koelkast, denk ik. En ook de kastjes waar misschien ja, de blikken en de potten en dat soort dingen staan. En de pakjes. Dan gaan we eens even kijken of we daar leuke andere dingen mee kunnen doen. Of sommige dingen misschien wel gewoon helemaal skippen. We gaan je keukenkastjes in. Ja. Nou. Zo Petra, dan staan we hier bij... In de keuken. Van Michelle. Het is zo leuk om in iemand anders de keukenkastjes te mogen kijken. Ja, ik ben altijd wel een beetje nieuwsgierig van haar. Ja. Oké, nou. Gaan we het doen? Ja. Nou. Doe jij dat? Ja. Doe ik de kastjes? Oké, ja. Het eerste wat ik eigenlijk al tegenkom is... Oh. Die ga ik hier even neerleggen. Leg die maar even neer. Dat is het plekje waar we iets over te vertellen hebben. Oh, ik zie hier ook een hele leuke. Joepie! Oh, dit is goed. Ja, oh ja, dit is ook niet echt. Tegen. Ah, lekkere rijpe avo. Avocado. Oh, ja. Nadruk op avo. Ja. Dit is wat je gemiddeld in een huis kon vinden ook, denk ik wel. Ja, hè? Ja, niet vreemd zo. Nee, dit staat in het gemiddelde huisje. In het gemiddelde boodschappenkarretje. Ja, kom je er dan wel tegen? Ja. Oké. Ik heb nog geen ander brood gezien dan deze krentenbollen. Misschien nog even. Misschien moet ze nog naar de bakker, dat zou kunnen. als je dit ziet in een huis en al die voedingsmiddelen. En je denkt, waar kan ik nou beginnen? Wat kan ik nou zelf doen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je kijkt naar een product en dat je gaat bedenken hoe puur is dit product. Is dit nog in de originele staat waar het ooit in gegroeid is? Nou, daar heb ik hier een aantal dingen van. Dit is aardbeien en bramen en zo en avocado en nou ja, eigenlijk alles wat groen is. Waar nog niks mee gedaan is, dat is in zijn originele staat. Maar, alles wat in pakjes, in flesjes, in potjes zit, daar kun je al bij afvragen. Wat is ermee gebeurd? Wat zit erin?
Hoeveel is daarmee gebeurd? Ja, hoe belast dat je? Dus nou ja, ik zie in ieder geval heel veel producten met heel veel suiker. Dus als je bijvoorbeeld denkt tomatenketchup, dan denk je van nou, ja, tomaten is misschien niet eens zo heel slecht. Maar als je gaat kijken wat hierin zit, dan is dat heel eng. Heel veel enge dingen zitten hierin. Ja. Sowieso veel conserveringsmiddelen. Ja. Ja, het staat echt zo'n rij met allerlei dingen die erin zitten, wat niks meer met de originele tomaat te maken heeft. En het grootste bestanddeel wat hierin zit, want als iets vooraan staat, dan zit dat er het meeste in. Het grootste bestanddeel wat hierin zit is glucose-fructose-stroop. Dus suiker is het grootste bestanddeel wat in dit flesje zit. Oh, vandaar dat ik vroeger zo graag ketchup had. Precies. Daarom willen heel veel mensen kunnen bijvoorbeeld niet eten zonder tomatenketchup bij hun eten. Dat is puur, dus de suikerverslaving. Ja. Dus niet zo handig. Dat hebben we hier. Als ik zeg van voedingsmiddelen in de originele staat, dan heeft dit niks meer met de originele staat te maken. Oh, een mooi dieet light. Dieet light, dat klinkt heel dus gezond, dat je, hè? Dat je veel licht moet nemen, denk ik dan, ja. Margarine is nepboter. Dat is nagemaakte boter. Met als doel dat dat gezonder zou zijn. Maar geloof me, dat is het niet. Als je boter wil eten, als je dan een dierlijke vet wil gebruiken, neem dan gewoon lekkere vette rookboter. En dan hoor ik nu meteen allemaal mensen roepen van, maar de calorieën. Een calorie is niks meer of minder dan een eenheid. Maar een calorie zegt niks. Nee. Een komkommer heeft calorieën, boter heeft calorieën, chips heeft calorieën, alles heeft calorieën. Het is een eenheid van iets, maar het zegt niets over hoe goed dat voedingsmiddel is. Dus dat calorieën tellen... Ja, voor mij ook, het zijn leven of dode calorieën. Ja. Kijk, en alles wat nog leeft, die calorieën die vliegen gewoon weer uit je lichaam vandaan. Geen probleem. Ja. Goeie dingetjes heb je nodig. Ja. Maar, dus dit, niet handig. Alle producten waar light op staat, daar willen ze je van laten geloven dat het goed voor je is. Maar er zitten alleen maar hele andere enge dingen die ze erin hebben gedaan. Ja. Om dat andere enge weer te vervangen. Dus, zoals in de frisdranken, aspartaan. Ja, aspartaan. Nou, dat wil je niet. Google dat maar even op internet, ja. Aspartaan. En lees dan maar eens wat daar allemaal achter zit. En wat er met je gebeurt. Lever damage. Dat zou ik zeggen, echt je leven gaat eraan. Ja, je hersenen volgens mij ook. Ja. Dus, het zijn je emotionele hersenen die eigenlijk aangetast worden. Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan al deze dingen die wij... Oh ja, hier witte witmeel. Witmeel. Krentenbollen natuurlijk ook witmeel. Dus heel veel granen. Eigenlijk wat ik hier zie is granen, suikers, heel veel conserveringskleurstoffen, weet ik het wat, allemaal vermiddelen. En ja, hier weet ik helemaal niet wat ik ermee moet. Dus wat zullen we er eens mee gaan doen, Jeremiah? Ja, het is natuurlijk aan Michelle de keuze wat ze ermee gaat doen. Maar ja. voordat we haar de keuze laten wat ze ermee gaan doen, gaan we even aan de mannen van de Mastercare vragen hoe zij dit zien en hoe al deze producten heel simpel vervangen kunnen worden door iets wat veel beter is. Nou, en ik sta hier naast Bastiaan. Bastiaan is eigenaar van Mastercare. En dat is de prachtige plek in Amsterdam waar je alle superfoodjes van de wereld kunt kopen. Nou, ik heb je net verteld, we hebben alle keukenkastjes leeggehaald bij Michelle. Geweldig. Maar ze zijn nu leeg, dus we willen er heel graag weer iets nieuws in hebben. Mooi. En, verstandige keus. Ja, hè? Ja. Laten we beginnen met een gezond vet. Ja. Ze bakt nog wel wat en zo, dus wat we ook meteen daarvoor kunnen gebruiken. Wat raad je aan? Wat heb je?
Nou, ik zou qua gezonde vetten en vooral iets om, om ook toch nog dingen in te kunnen koken of veelzijdig in te kunnen bereiden, zou ik altijd kokosboter aanraden. Of eerder gezegd kokosolie. Omdat het geperste vlees van de kokosnoot. En dat is een hele stabiele vetten. Dus ook al bak je erin of kook je erin, het blijft stabiel en het blijft zeg maar gezond, makkelijk opneembaar. Ook op hele hoge temperaturen. Ja. En het heeft ook een hele lekkere smaak. Ik wou net zeggen, en het is lekker. Ik ga het pakken. Het is heerlijk zacht en romig. Je kunt het ook als massageolie gebruiken. Mm, alleen al als je het ruikt, echt. Elke ochtend, ik word wakker met dit. Dat doe ik in mijn smoothie. Nee, ik neem gewoon een hap dan zo. Geweldig. Zo'n hap. Ja. Perfect. Ja, product nummer 1. Ik zie hier hennepzaadjes staan. Ja. Die vind ik altijd zo leuk. Ja. Wat kunnen we daarmee? Ja, die kun je ook eigenlijk op allerlei verschillende manieren gebruiken. Je zou ze gewoon op je salade heen kunnen gooien. Je kan ze in je smoothie gooien. Je kunt ze, als je iets wil bakken, zou je ze eventueel mee kunnen bakken. Dus je kunt het eigenlijk op allerlei manieren gebruiken. En het fijne van hennepzaad is dat het naast dat het een hele goede bron is van omega-3 en van omega-6, ja, essentiële vetzuren, ook een hele goede bron is van eiwitten, van proteïne. Okay. Dus ook als je traint of als je bezig bent met sport, dan is het gewoon een goede manier om je lichaam te helpen regenereren en spiermassa op te bouwen. Okay. Heb jij misschien een goede tip voor een goede zoetvervanger? Goede suikervervanger? Ja, ik zou zelf eigenlijk dit aanraden. Dat is jaconsiroop. Het wordt gemaakt van een Peruaanse wortel. Het is laag glycemisch, dus dat betekent dat het gewoon weinig invloed heeft op je bloedsuikerspiegel. Zit vol met mineralen en het mooie hiervan is ook dat er prebiotica in zit. Dus er zitten stoffen in eigenlijk die de probiotica, de goede bacteriën in de darmen, voeden. Om te zorgen dat de darmbalans ook weer hersteld wordt. Tevens wordt het langzaam in de bloedbaan opgenomen eigenlijk. Dus je hebt er niet echt last van. Het heeft ook nog eens een hele lekkere, eigenlijk diepe karamelachtige smaak. Dus dit zou ik aanraden. En zou je die ook in de smoothie doen of had je iets anders voor in de smoothie bijvoorbeeld? Nou, dit kun je perfect in de smoothie doen. Er is wel ook iets anders. Dit bijvoorbeeld. Het is een smoothie mix eigenlijk. Dus er zitten een paar dingen in die eigenlijk meteen al een lekkere zoete smoothie maken. Maar wel op een gezonde manier gezoet. Dus daar zit onder andere kokossuiker in. Dus ook laag glycemisch en bevat heel veel mineralen. Voor de rest zit er ook lucuma in en mesquite, wat allebei ook een soort zoetmakende werking heeft. Hiermee kun je vrij gemakkelijk eigenlijk gewoon een heerlijke superfood smoothie maken. Oké, en dan zitten we nog met het brood en alle aanverwante producten. Yes, dat is een big issue. Daar zijn wij Nederlanders toch wel heel erg verslaafd aan, denk ik, aan brood. Want het idee eten zonder brood, dat kan niet. Heb je daar iets voor wat er misschien een beetje op lijkt? Zeker, ja. Er zijn eigenlijk verschillende dingen die mensen zouden kunnen eten of die ze kunnen gebruiken als vervanging voor brood of voor dat soort producten eigenlijk. We hebben hier twee onder andere. Dit is een gedroogde cracker, dus een soort pizzabodem. Ja. Dus op lage temperaturen wordt het gedroogd en dat wordt niet gemaakt van tarwe, waar veel gluten in zit wat ook vrij verzurend is voor het lichaam, maar van boekweit en zaden en dat soort dingen. En hebben we verder ook nog dit. Dit is een pesto snack, zo wordt het genoemd. Het zijn eigenlijk ook weer gedroogde zaden met olijven, met zongedroogde tomaten. Waardoor je ook een lekkere soort chips, borrelnootachtige vervanging hebt. En gewoon echt een lekkere verzadigende snack tussendoor. Want dat is vaak wat mensen vooral in het begin eigenlijk missen. Met een beetje dat zware gevoel van brood. Dus daar zijn dit soort dingen eigenlijk uitstekend voor. Mag ik dit allemaal meenemen naar Absoluut, ja. Fijn. Ja, daar zal ze heel blij mee zijn. Ja, ik hoop het. Veel succes, Michelle. Ja. Komt goed. Voor iedereen thuis, alle producten die we net in beeld hebben gebracht en die we aan Michelle gaan geven, die zijn te vinden op onze pagina met achtergrondinfo. Daar zal ik een lijstje maken van alle producten. En ook alle andere dingen die wij Michelle aanraden vandaag, die kun je op die pagina terugvinden. Dus je kunt alles nalezen en daar kun je ook alle contactgegevens vinden van Mastercare, waar we hier nu zijn en waar je alle producten kunt kopen. Sterker nog, je ziet nu, hier zo bovenin, de website. En mocht het een beetje te snel zijn gegaan, dan kan je mij altijd vinden op zaterdag op de Noordermarkt. Dan kan ik je altijd een beetje informatie geven. De Boerenmarkt. Ja, de Boerenmarkt. Heerlijk. Je weet toch.
Ik ga jou heel erg bedanken namens Michelle. Kom, graag gedaan. Altijd fijn om gezoend te worden door jou. En jou dan? Dat wat Mastercare net heeft verteld, dat hebben we hier in een zakje zitten. Dat is voor jou. Oh. Dus je krijgt dat pakketje wat zij net allemaal hebben verteld, dat krijg jij. Zodat je kunt beginnen, in ieder geval, om met goede vetten aan het werk te gaan. Mm-hmm. Kokosolie, heel erg belangrijk. De rest heeft Mastercare net allemaal verteld. Dus we gaan kijken of we daar nu iets mee kunnen doen. Eén ding wat we nog niet hebben genoemd. Jij hebt gewone Yozo keukenzout in je kastje staan. Mm-hmm. Je mag heel veel zelf beslissen. Maar hierover ga ik echt een beslissing nemen. Dit gaat echt de prullenbak in. Prullenbak zie je hoor. Ja, dat was even buiten beeld. Ik heb een goed zout voor je meegenomen. Dit is een combi van Himalaya zout, een heel mooi zeezout. Waar heel veel mineralen in zitten en waar je gewoon iets uithaalt in plaats van dat het iets uit jou haalt. Want dat is wat gewoon zout doet. Dat is niet aan. Dit is gewoon gif. Dat is gewoon puur gif. Okay. Dus van huurf aan. Dit zout eten. Michelle, je hebt aangegeven dat je niet zo'n groot budget hebt. Die vraag krijgen we best wel heel vaak. Van hoe kunnen we op een goede manier met raw food beginnen. En alles biologisch eten. Als we niet zo heel erg veel te besteden hebben. Want biologisch voeding is natuurlijk duurder dan gewone voeding. Je ziet allemaal superfoods en dergelijke. Ja, je kan ongelooflijk veel geld aan uitgeven. Maar een superfood is in mijn ogen niet meer of minder dan een voedingsmiddel waar heel geconcentreerd heel veel goede dingen in zitten. Dus dat kun je heel duur maken, maar dat kun je ook heel simpel doen. Je kunt bijvoorbeeld wilde planten eten. Wilde planten die bevatten veel meer vitamine, mineralen en dergelijke dan de groenten die we in de winkel kopen. En je kunt ze gewoon plukken. We hebben hier een boekje, die krijg je van me. Daarin staan alle plantjes die je kunt vinden en wat er allemaal in zit. En, ik weet niet of je de uitzending hebt gezien waar Edwin Flores in zat, van Casa Floresta, dat we in het bos aan het eten waren. Je krijgt van Edwin, krijg je een workshop om met hem mee te gaan om wilde plantjes te gaan zoeken. Oh, dat is leuk. Dus, ja. dan leer je ook echt een beetje, weet je wat je kunt plukken en wat niet. En wat goed voor je is en dergelijke. Nou, wat je zelf zou kunnen doen, kiemen. Weet je, kiemen is een superfood. Dat is een heel klein plantje waar de kracht nog in zit om die hele grote plant te worden. Dus dat is ook eigenlijk een superfood. En daar hoef je dus niet allerlei hele dure poeders voor te nemen als je dat niet wil. Je kan wel, maar het hoeft niet per se. Ja. Waarom is een superfood, denk jij, beter dan een... Dan het reguleren van als ik zo om me heen kijk, zie ik heel veel eenzijdige landbouw. Is de hele aarde een beetje gedemineraliseerd. In vroegere dagen zag je ook gewoon tussen je groentebedden, zag je allemaal bomen staan of fruitbomen. Dus met een diepe wortel zouden zij de mineralen weer omhoog. En als de bladeren en alles werd weer teruggegeven aan de aarde. En vandaar het gecomposteerd en de mineralen kwamen weer een beetje boven te liggen. Dat mis ik allemaal. Het is heel veel eenzijdige landbouw, monocultuur, dus alles wordt een beetje kaalslag. Ja. Daarbij doen we heel veel hebben gedaan aan verkaveling, aan continue omdraaiing van de aarde, maar op zo'n lage niveau, zeg maar, dat de bovenlaag komt wel los, de regen eroverheen en de mineralen spoelen nog een beetje weg. Dus ja, ik denk dat de meeste mineralen hier in de westerse wereld, en zeker in deze dichtbevolkte wereld, gewoon richting zee zijn verdwenen. En de superfoods, degene die ik ken, die komen allemaal vanuit het wild, vanuit de Amazone vandaan of nog uit Tibet vandaan. En dat zijn de meeste vruchten superfoods, zijn ook rijp geplukt. En pas op het einde van hun rijpingstijd, zeg maar, dan geeft de zon in alle vitamine C en antioxidanten. Ja. Dus al die ongerijpte geplukte fruit, ze smaken op de duur, gaan ze nog wel smaken.
Maar ze missen gewoon heel veel antioxidanten en heel veel vitamine C. Ja. En zo gaat het met heel veel dingen eigenlijk. Ja. Dus vandaar vind ik superfoods toch wel heel belangrijk in mijn dieet. En vooral ook omdat de honger in mijn lichaam is eigenlijk de honger naar bouwstoffen, naar nutriënten, naar mineralen. En ik kan een heel zak chips leeg eten. En dan denk ik dat ik, wow, ik zit wel vol, maar ik heb nog steeds, wat moet ik eten? Ik heb nog steeds honger. Want nog steeds is mijn zoektocht naar nutriënten is niet vervuld. Ja. Dus van daaruit ga je maar continu blijven eten. Dus ja, voor mij is superfoods superbelangrijk. Nou, en als laatste cadeautje. Komende 30 juni mag je meedoen met een workshop Raw Food bij kookstudio Buurman en Jansen. Verzorgd door Sandra de Vos van Lekker Raw. En daar leer je gewoon hoe je heerlijke, fantastische, mooie raw food recepten kunt maken op een hele simpele, makkelijke manier. En het ziet er prachtig mooi uit. Oh, super. Dus, dan ben je in ieder geval flink wat op weg geholpen. En ik zou zeggen, wees vooral heel erg lief, hè, voor jezelf. Vooral heel erg lief. Het is echt de meeste en de fijnste en de beste voedingsmiddel die er is, liefde. Ja. Liefde en de zon, zeg maar gewoon. Ja. Eigenlijk gewoon, ja. Ja. Dus elke keer als je een keuze, je hebt elke keer een keuze van wat ga je eten. Dan denk je, nou, is dit liefdevoller op dit moment of is dat liefdevoller? En als je dan een keer iets neemt waarvan je denkt van nou, het is niet helemaal erg handig, maar ik heb er wel heel veel zin in. Dan eet je dat met een hele grote glimlach, eet je dat op en denk je van, maar ik ga er nu wel onwijs lekker van genieten. Ja. Wat kan ze hiermee, wat ze heeft? Nou, kijk, ik zie aardbeien en bramen en ja, dat zijn gewoon, die kun je fantastische, je kan in de oogstel gewoon een mooie fruitsalade maken. Wat heb je nodig? Even een mes, even je fruit wassen, een banaantje heb ik ook zien liggen, kiwis. Dus die snij je gewoon in stukjes en je doet ze in een kommetje en dan ga je ze op je handen gemak, ga je ze even lekker, ja, voor mezelf liefst met mijn handen, ga je ze gewoon opeten. Heb je contact met je eten, je hebt contact met jezelf. En je kan, ik zie hier krentenbollen. Ja, persoonlijk zal ik er niet helemaal voor gaan. Maar als je de keuze kan maken tussen, dat je die krentenbollen nu achterwege laat en je koopt een mooi stukje echt zuurdezenbrood, zeg maar, weet je. En dan je zuurdezenbrood, je snijdt zelf een mooi plakje eraf. En dan doe je de fantastische kokosboter op. Zeg maar, in plaats van deze dieet light, want dit is gewoon echt licht. Dit is echt het licht van de kokosnoot. Ja. En een beetje avocado, een tomaatje. Ik zie hier ook nog veldsla, dus een beetje veldsla erop, zout en peper. En maak je echt een fantastisch broodje. En hoe zit dat met eiwitten? Want ik heb van mijn diëtiste altijd de opdracht gekregen, je moet veel eiwitten eten vanwege je suikerspiegel, maar dat zit... Volgens mij vooral zitten inderdaad in dierlijke producten, ei, kaas, dat soort dingen. Kijk, Petra zit hieronder, want die denkt, hey, ik ga naar aminozuurtjes zoeken. Dus heel veel eiwitten uit vleeswaren, ja, ze komen niet echt binnen ook. En ik zal ook wel eens kijken dan naar echte rauwmelkse geitenkaas of zo. Zeg maar, weet je, meer alles wat al gepasteuriseerd is, zijn die eiwitten sowieso al veranderd. Als ik naar een ei kijk, als ik een ei zal eten, dan zal ik een echte goede, liefdevolle ei eten, rauw. Gewoon, want dan wordt in 20 minuten wordt het opgenomen in mijn lichaam en ik krijg er benefit van. Als ik mijn eigen koken, duurt het 6 uur voordat het uit mijn lichaam is. Sorry, ik was even bij de hond. Vandaar dat ik uit beeld verdween. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, als je voor dierlijke producten gaat, ga dan voor biologische producten. Ja, ik eet zelf ook regelmatig eieren en... Ik eet regelmatig vis nog en zo, maar... Ik moet even lachen, want ik was bij de hond en dierlijke producten, de hond in de pot vinden, zeg maar. Dat is weer een heel ander verhaal. Ik kan het niet laten. Zelfs tijdens een uitzending zie je een hond lopen op het wijn, ik gewoon uit beeld. Ik kan er niks aan doen. Maar waar waren we bij biologisch? Er zit geen troep in, geen antibiotica, weet ik het wat allemaal. Maar gewoon heel belangrijk, de dieren hebben gewoon een fijn leven gehad. En dat lijkt me heel erg, vind ik zelf heel erg belangrijk. Ja. En we zijn ook gewend op dit moment om gewoon 's ochtends, 's middags en 's avonds vlees te eten. Dus op je brood, bij het warme eten, nog een keer op je brood.
Kijk, in vroegere dagen hadden we gewoon iets minder geld en alles. Dus we aten gewoon maar één keer op een dag. En sommige mensen maar gewoon drie keer in de week aten ze vlees. En van daaruit gaf het ook een benefit. Of je had niet echt in de gaten dat het nog verzuurde in je lichaam. Maar omdat er tegenwoordig zoveel en masse wordt geproduceerd. Dus eigenlijk alle kiloknallers, ja, die knallen erin gewoon. Weet je, dat zijn jouw kiloknallers. Ja. Dus ja, geselecteerd en ja, met je vleeswaren. Denk je dat je een beetje aan de slag kunt? Ja, ik ga de uitdaging aan. Wat ga je doen met al die middelen die hier op het aanrecht staan? Nou, er staat daar een mooie prullenbak. Kijk, weet je, wat je nu doet is de afval gelijk op de plek brengen waar het hoort. Mm-hmm. In plaats van eerst via je lichaam, zelf weer afvallen en uiteindelijk komt het al in de kliko. En automatisch gaat ook de fornuis dicht. En binnenkort op internet magnetron te ruil voor een hele goede blender. Ja, oh, maar dat is een goeie. Ja, je kan je magnetron. Ik heb al een blender. Oh, oké. Okay. Maar voor iets anders is het een goed. Nou, ik vind het een goed plan. Ja, toch. We gaan wel even zo door, hè. Kijk, dit is echt de nieuwe manier van afvallen. Hier hou ik van, gewoon, weet je. De prullenbak is vol. Michelle, die gaat heel hard anders doen. Die gaat het anders doen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Mogen we je nog een keer zien over een tijdje? Ja, en ik ga ook een blog bijhouden. Oh, heel goed, heel goed. Dan gaan we dat even vermelden op de website. Dingen die kom ik even een beetje hier, want er staan wel leuke allemaal in beeld. Die weet, ja. Het is ook leuk om met mensen te delen, denk ik. Mag je nog even vragen, hoe voelde nou zo dat preventieve afvallen? Dat heel goed. Ja. Preventief afvallen. Stop geen afval in je lichaam. Je lichaam is geen grijze kriko-pak. Je lichaam is één grote energie van liefde. Hou van je lichaam. Precies. Nou, ja. Ik. Dank jullie wel. Een mooie afsluiting. Kijk, ik wil toch even de mag de hond optillen. Kom eens even hier, schat, want dan zien mensen tenminste waar ik net. Kijk, met jou was ik net aan het knuffelen. Ja. Dit was Rauw op je dak vanuit Houten. We wensen je veel licht en liefde. Poef. Yesterday morning, when I woke from a great, great dream, I had a vision. I saw a world with no torture and no pain, only smiling faces. And all these smiling faces surrounded me, telling the world how beautiful it all could be. I know that I cannot change the world, but I will do my best to open up my heart and see the good, good things. And I know that I cannot change the world, but I will do my best to open up my heart and sing to anyone who wants to hear it, and anyone who wants to sing along, sings along. See, the world can be so beautiful.